En dan nu? Hallo kijkers. Stel, je wilt nieuwe stenen voor je nieuwe oprit bij je huis. Een oprit waar je ook nog eens met een zware vrachtwagen of zo overheen wilt rijden. Wat doe je dan? Je gaat de oprit opmeten. Die is bijvoorbeeld 52 meter breed en pakweg 74 meter lang. Dan kom je uit op ongeveer 3850 vierkante meter. Daar haal je 10% vanaf vanwege de bloembakken en de bankjes die erop staan en de inrit naar de fietsenkelder. Dan hou je pakweg 3500 vierkante meter over. Zeg 3600 vierkante meter voor het gemak. Op stratenmakersgigant.nl staat dat een goede stratenmaker 40 vierkante meter per dag kan leggen. Dat zijn 90 dagen voor één persoon en met z'n zessen is dat gezelliger, dan doe je er 15 dagen over. Een dure stratenmaker kost op hoveniersweetjes.nl 40 euro per uur, dat is 320 euro per dag. Maal 6 is dat 1920 euro. Zeg 2000 per dag. Maal 15 is 30.000 euro aan uurloon voor de hele klus. Je googelt naar onlinebestrating.nl en dan neem je de duurste stenen die er te koop zijn. Deze ouderwets degelijke bestrating waalklinkers kosten pakweg 43 euro per vierkante meter. En dan kom je voor die 3600 vierkante meter uit op 154.800 euro. Zeg 155.000. Het zand lag er al, dus daar heb je niet veel extra's voor nodig. Bij elkaar opgeteld levert dat 155.000 aan materiaal en 30.000 euro aan uurloon is 185.000 euro aan kosten. 20% overhead erbij, want je moet ook nog wat babbelen met wat ambtenaren en zo. En de BTW er nog bij, dan kom je alles bij elkaar op 265.000 euro uit. Dat is toch wel iets minder dan de 420.000 die de gemeente minimaal begroont en de 630.000 die het zou kunnen gaan kosten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over wat de oude bestrating nog op zou kunnen leveren. Bedankt voor het meerekenen en tot de volgende week. De ING betaalt de helft omdat ze geen rechtszaak willen met de gemeente Nijmegen en de gemeente Nijmegen verdubbelt gewoonweg de kosten. En verkoopt daarna de oude nieuwe stenen van het plein zelf.